Welkom bij deze video over het kiezen van een aannemer. Ik kreeg onlangs weer de vraag over hoe je nu het beste een aannemer kunt kiezen voor je verbouwing. En omdat ik die vraag veel vaker krijg, leek het me eindelijk tijd om daar eens een artikel over te maken, waarbij je gewoon de drie opties krijgt om om snel een betaalbare aannemer te krijgen. Dit is het artikel. De drie opties zijn als eerste om gewoon naar een lokale aannemer te gaan bij jou in de stad of in het dorp die je kent. En om daarmee te gaan praten, langs te gaan of te bellen. En daarmee je verbouwing af te stemmen en een prijs te laten maken. Nou, de tweede is wat moderner. Daarbij plaats je je verbouwing op een site zoals die van Maan & Mano. Maar er zijn ook andere zoals offertes.nl en tegenwoordig bij Marktplaats kan het ook. Dan plaats je je verbouwing gewoon online en dan gaan bedrijven erop bieden. En degene met het laatste bod, daar ga je mee in overleg. Om te kijken of je er uitkomt. Daarbij staat je verbouwing dus wel openbaar en mensen kunnen dat wel zien. En de laatste is een offerte aanvragen via een online aanvraag optie. En die laatste optie, daarvoor wordt het meest gekozen. Omdat daarbij niet de gegevens openbaar zijn, maar je gewoon via die aanvraag snel een aantal prijzen krijgt van aannemers. Daarvoor hoef je niet te bellen en te mailen, maar doe je gewoon één aanvraag. En krijg je concurrerende prijzen. Het voordeel van die derde optie ten opzichte van die eerste is dat je niet direct met een aannemer om tafel hoeft, wat veel tijd kost. En dat je er niet meer zo makkelijk onderuit komt. Hè? Als je in overleg gaat, dan verwacht die aannemer ook wel dat je met hem zeg maar, de verbouwing gaat doen. Dus dat levert meestal niet de laagste prijs op, maar wel weer andere voordelen. En het voordeel van de derde optie ten opzichte van de tweede is dat de verbouwing dus niet openbaar staat en dat het ook wat sneller gaat. Want je kan je voorstellen dat de biedingen, ja, daar gaat gewoon tijd overheen voordat je de laagste bieding hebt. En via de offerte aanvraag gaat het allemaal wat sneller en krijg je toch concurrentie in de prijzen. Nou, andere voor- en nadelen staan in dit artikel en ik zal de link bij deze video zetten, zodat jij kunt kijken wat voor jou de fijnste optie is.